Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kun je kijken naar een herhaling van Parels uit het Heuvelland met in deze uitzending de gemeente Lanaken. Daarna kun je nog kijken naar een sfeerreportage van de eerste vier dagen van de Inkom. Maar nu eerst het nieuws met Carolien Hermans. Dag dames en heren, u kijkt naar een nieuwe uitzending van Nieuws en Actualiteiten van vrijdag 23 augustus. Een ernstig ongeval op de A2 vanuit IJsden vlak voor Maastricht. Een vrachtauto botste door nog onbekende oorzaak met een tankwagen. Daarbij belandde de tankwagen in de greppel. De andere vrachtwagen kwam dwars op de weg tot stilstand. Het ongeluk gebeurde vanmiddag even voor 1 uur. De brandweer moest eraan te pas komen om de chauffeur van de wagen die in de greppel belandde uit zijn benarde positie te bevrijden. Een Duitse traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen. De man van de tankwagen is in kritieke toestand naar het SZM overgebracht. De andere chauffeur raakte licht gewond, maar kon op eigen kracht uit zijn cabine stappen. De tankwagen bevatte geen gevaarlijke stoffen. De andere vrachtwagen vervoerde glas. Een gedeelte van de glaslading kwam op de weg terecht. Door het ongeluk liep het verkeer vanuit België nog uren vertraging op. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. De Universiteit Maastricht biedt vanaf dit studiejaar gratis Nederlandse taallessen aan voor internationale eerstejaarsstudenten. Binnen 7 weken wordt de student de basisprincipes van de Nederlandse taal aangeleerd ter bevordering van de integratie van de buitenlandse studenten in Maastricht. De cursus, genaamd Basic Dutch, bestaat al een aantal jaar, maar is dit jaar voor het eerst gratis. Waarom deze cursus? Basic Dutch is de naam en dat is ook echt bedoeld basic in het licht van sociale contacten. Als je naar de café gaat, op de markt, in een winkel boodschappen kunt doen. Dat je begrijpt wat er gebeurt. En wat weten de internationale studenten nou van het Nederlands na deze cursus? Het doel is dat ze inderdaad met name de taaluitingen kunnen doen, dus begroeten. Dat ze weten hoe een gesprek verloopt, wanneer je doei kunt zeggen en wanneer je toch eigenlijk misschien iemand een hand geeft en je anders begroet. Dus het is echt om de omgangsvormen en dergelijke ook een beetje te leren kennen. En basisuitspraken, de letter G, de klank G is altijd moeilijk voor studenten. Dat ze weten dat er ook om gelachen kan worden, want hey, daar heb je weer zo'n student. Gaat het dan echt om het sociale aspect voor de studenten of ook om het Nederlands leren binnen hun studie? Nee, Nederlands binnen de studie, daar hebben we hele andere cursussen voor. We hebben net in juli een 7-weekse cursus afgerond voor studenten die bijvoorbeeld psychologie gaan studeren. Dat ze ook echt Nederlands moeten schrijven op academisch niveau. Nou, dat is een hele ander type cursus. Dus hier ligt het echt om de basis, om gewoon de klanken te verstaan. Ook een beetje begrip te krijgen dat in Maastricht waarschijnlijk toch ook nog weer een ander Nederlands wordt gesproken. En dan eigenlijk ook voor de Maastrichtenaren om de studenten ook wel de gelegenheid te geven om in het Nederlands überhaupt eens een keer wat te zeggen en niet gelijk naar het Engels over te schakelen. Door materiaalpech duurt het uittrillen van de stalen damwandplanken langs de bouwkuip bij Europaplein langer dan gedacht. De werkzaamheden zouden eigenlijk afgelopen woensdag afgerond zijn. Het trilwerk bij het fietsviaduct gaat daarom morgen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds nog door. Fietsverkeer wordt omgeleid via een afgesloten rijbaan aan de John F. Kennedy Single. Automobilisten richting centrum moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met een afgesloten rijbaan. De hondenwasdag van de dierenbescherming gaat morgen niet door. Aanleiding is dat het vermoeden bestaat dat er kennelhoest in de opvang heerst. De opvanghonden worden nu preventief behandeld met antibiotica. Met de hondenwasdag hoopte de dierenbescherming geld in te zamelen. Wanneer de wasdag alsnog wordt gehouden, is nog niet bekend. Vanwege een faillissement sluit lingeriewinkel Marlies Dekkers in de Plankstraat per direct haar deuren. Een investeerder kondigde na de faillissementuitspraak aan een doorstart in afgeslankte vorm te maken. Van de 11 winkels in Nederland moeten er 5 de deuren sluiten. Wat er met de Maastrichtse medewerkers gebeurt, is nog niet bekend. Bompa heeft voor Nijn een step gemaakt. En Nijn strikt een warme doek voor Bompa Pluis.
En bij de thee eten ze boterkeukskes. Nijntje van schrijver Dick Bruna spreekt Maastrichts. Vanaf zondag is het boek Bompa en Bommapluis te verkrijgen. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Bornmeer. Eerder verzorgde deze al dialectvertalingen van Nijntje in het Fries en het Brabants. Voor de Maastrichtse vertaling zorgde streektaalfunctionaris bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Ton van de Wijngaard. Oud-NVV'ers Lloyd Borgers en Lens Voorjans hebben een nieuwe club gevonden. Lens Voorjans gaat komend seizoen als prof aan de bak bij de Duitse Regionalliga-club KFC Eurdingen. Lloyd Borgers hoopt zich via hoofdklasser EHC uit Hoensbroek weer in de kijker van een profclub te spelen. Beide Maastrichtenaren kregen vorig seizoen te horen dat hun kans op speeltijd bij NVV nihil was en dat de club hun geen nieuw contract aan zou bieden. Tot zover nieuws en actualiteiten van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar een herhaling van Parels uit het Heuvelland. Via rtvmaastricht.nl kunt u programma's terugzien. Bedankt voor het kijken, een heel fijn weekend en graag weer tot maandag.